Ik had vandaag graag voetbal aan het afscheid willen nemen van de SMW. Maar door wat trammelant met mijn knie gaat dat niet lukken. Ik voelde al eerder wat met mijn knie en daardoor leek het beter, ook door een deskundige, om te stoppen. Ik heb wel in mijn afscheidsbrief SMW bedankt voor de mooie tijd. Ik heb altijd heel veel plezier het blauw van de SMW verdedigd. En de spelers met wie ik al die tijden, of in al die tijden gevoetbald heb, heb ik bedankt. Dat ze altijd mild voor me waren toen ik niet meer mijn eigen voorzetten inkopte. En dat ze ook in de derde helft me vaak in bescherming namen. Dat we voetbalden en toen moesten ze weg, want er was brand. Het hele team liep weg. En na een half uur kwamen ze weer terug, want het was niet waar, het was geen brand. Het was vals bericht. En het is eigenlijk een van de weinige spelers die goed luistert. Ja, klopt. Maar het is zeker de man met de meeste ervaring hier op het veld, en dat kun je gewoon merken. Nou, ik denk dat hij is het langste SMW-lid, denk ik. Maar van warm up je langer dan Piet Knol. Vader Piet. Vader Piet is nog lid. Ik was net als Romario, ik moet er niet trainen, ik moet er voetbal. Nou, ik had altijd heel veel vertrouwen van de trainers en van de coaches. En ik weet nog dat ze altijd zeiden, als ze de opstelling bekendmaken, Arie Schouten en 10 andere SMW'ers. Je had wel een naam verworven hier. Hé hey jongens, gaan we spelen? Ja! Goed het samen? Ja! Gaan we winnen? Ja! Ja. Hey. Wat een coach! Het kan niet meer mis. Hey. Dat wordt goed, hè? Die staat er echt mee voor. Ja, weet je dan? Ja, goed wachten. Mooi, jij. Okay. Een soort van Champions League, maar dan voor 45 plus. Ja, goed. Voor mij zijn we klaar. Ja. De hele finale, ja, troost. Ja, Arie Johan Cruijffs afscheidswedstrijd. Wacht een beetje in de plak. Je zit in dat rijtje zitten. We hadden hier een doelpunt gegund, maar 8-2. Het volgend seizoen. Was jij altijd toch? Zeker. Oh. Zeg je dat niet? Nou, ik denk als je op je hoogtepunt had willen stoppen, dan ben je nou te laat. Helaas kon hij vandaag niet voetballen. De wil was er wel, maar het lichaam liet hem even in de steek. Arie, ik geef hem een jaar. Nou, Arie, je hoort het aan de muziek, kon je al horen dat het over jou moest gaan. Ja. Toch? Simply the best. Ik heb het genoegen gehad om van die 55-jarige carrière van jou, heb ik je heel vaak mee mogen maken. Een groot deel niet dat jij op het hoogste niveau acteerde, want daar mocht ik alleen maar naar kijken eigenlijk. Hè. Maar we hebben van je genoten, de trainingen, was je ook vaste bezoeker. En in je afscheidsbrief, die iedereen natuurlijk heb gelezen op de website, kondigde je ook aan dat je dat wil blijven doen. En ik weet niet, op het oude complex had je dat altijd goed onder controle. Dat je precies kon zien, oh, de warming up is over, nou ga ik heen. Ik weet niet wat nou je schuilplekje is. Ik kan het vanuit de schuur kan ik zien van... Oh, thuis? Ja. Aha, dus als wij uitgeheneweerd zijn dan... Nou ja, wat ik net zei, ik ben een beetje van een Romario type van ik moet er niet trainen, ik moet er voetballen. Ja, je laat je voeten spreken. Ja, en Arie had natuurlijk prachtige uitspraken altijd als je dan aan trainen was. En dan iemand zoals ik bijvoorbeeld, die deed iets en dan zegt hij, ah, nee Herman, nee, daar ben jij voorlopig nog niet aan toe. Ja. Weet je wel. En als je dan krijg je weer zo'n bal van Arie en dan zegt hij, koop denken om, dan zit effect dan. Ja, dat was altijd wel lekker dat je dat... Ja, dan moet je van tevoren even aangeven, want dan met het aannemen springt hij niet van je voeten in. Dan... Neem je hem zo mee. Hij zegt een keer tegen Pierre Vriend, die kreeg de bal in buitenspelspositie. Hij zegt, Vriend, het was eigenlijk buitenspel, maar ik denk, ik laat maar doorgaan. Het wordt toch niks. Arie Schouten, Mr. SMW. Carrière van 1962 tot 2017.
En ik, wat voor rugnummer heb je nou, Bart? 14? Is dat jouw nummer? Nou ja, ik, laatst vroeg Frits Konijn een keer, hij zei, Arie, met wie zou je het liefst vergelijken worden? En toen had ik het over Sir Stanley Matthews. En dat was een Engelse voetballer. En die was eigenlijk maar heel kort aan de bal. Maar als hij wat deed, deed hij dat goed. Dus, maar ik neem hier, ik vind het ook prima. Ja, vind het goed. Nou, we gaan de shirt, je mag hem gelijk even doen, Arie. Ja, eens even kijken of het de maat is. Je had XX. Hoeveel X had je, Bart? Twee X'en. Ja, dan hopen we maar dat dat allemaal lukt. Nou, kijk eens aan. Applaus voor Arie Schouten. En ik, ja, als we allemaal zo lang door mogen en kunnen als Arie, dan hebben we allemaal nog een mooie carrière tegemoet.